Hallo allemaal, ik ben Peter van Stokhof en vandaag test ik de Darkside van Keeley. Zoals de naam en het uiterlijk van het pedaal al doen vermoeden, is het een David Gilmour-inspired pedaal. Er zitten van allerlei effecten op, niet alleen de effecten die je hoort op bijvoorbeeld The Dark Side of the Moon, maar ook op andere legendarische Pink Floyd albums. Ik gebruik een Strat, single coil gitaar, een Strymon Flint voor een beetje reverb en dat gaat allemaal door een vrij clean amp en zo klinkt dat. Er zitten twee aan-uitknoppen op de Dark Side van Keeley. De eerste is een aan- en uitknop voor verschillende soorten fuzz. En de andere is een aan-uitknop voor heel veel meer verschillende effecten, waar we zo nog naar gaan kijken. Maar ik wil beginnen met de fuzz. Je hebt drie soorten fuzz die je kan kiezen, drie eigen kenmerken. Het is een hele mooie fuzz die erin zit, vind ik. Ik ga ze alle drie kort laten horen, alleen maar alles op 12 uur, zodat je gewoon kort een idee krijgt. Dat was de fuzz op de flatstand. Ik ga nu naar de fullstand. En tot slot de scoopstand. Tot zover de fuzz. Aan de linkerkant van het pedaal zitten heel veel verschillende effecten. Je hebt een delay, je hebt een phaser, een flanger, een univibe en een rotary. Om te beginnen met het delay. Je hebt daar verschillende soorten functies van. De eerste is de tapehead functie met al die kleurtjes. En die laat eigenlijk zien, daarmee kun je verschillende soorten herhalingen, ritmische herhalingen instellen. Die laat ik heel simpel gewoon helemaal naar links staan. Gewoon het aantal herhalingen dat je instelt krijg je zonder verschillende ritmes erin. Daarnaast heb je een timeknop, die laat eigenlijk zien hoeveel tijd er zit tussen de verschillende herhalingen. En je hebt een knop die bepaalt hoeveel herhalingen er überhaupt zijn. Als ik die laatste knop bijvoorbeeld helemaal naar links draai, dan heb je één herhaling. Hoe verder ik die open draai, hoe meer herhalingen je krijgt. En als je dus met die timeknop aan de gang gaat, dan verkleint dat of vergroot dat dus de tijd tussen de verschillende herhalingen. Ik draai hem nu iets naar links. Je hoort het hele snelle herhalingen. En als ik hem verder opendraai, zit daar veel meer tijd tussen. Tot zover de delay. Vervolgens heb je de andere functies. Ik zet de schakelaar nu naar de linkerkant en daarmee schakel ik de flanger en de rotary in. Voordat ik deze effecten ga laten horen, zal ik die andere regelaars even wat verder opendraaien, zodat je het effect wat beter kan horen. De blendknop, dat is die knop met al die kleurtjes, die staat nu helemaal naar links gedraaid. Dat betekent dat je volledig de flanger hebt aangezet. En dat klinkt dus zo. Nu draai ik hem helemaal naar rechts en dan krijg je dus het rotary effect, dus de Leslie speaker. Daartussenin kan je die twee effecten dus met elkaar mixen. Zet je de blendknop precies om 12 uur, dan heb je van allebei de effecten evenveel. Draai je meer naar links, dan heb je iets meer flanger. Draai je meer naar rechts, dan heb je iets meer rotary.
Nu switch ik de schakelaar naar rechts. Phaser of Univibe. Ik draai hem eerst weer helemaal naar links. Dan heb je de phaser. Ik draai hem helemaal naar rechts, dan heb je alleen de Univibe. Tot zover heel beknopt de Dark Side van Keeley. Je kan er nog veel meer uithalen en ik kan er eigenlijk ook nog veel meer over vertellen. Maar het pedaal zit gewoon te vol met van alles en nog wat. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs om te proberen. Ik vertel je graag meer. En het is natuurlijk ook heel erg leuk om hem vooral zelf te checken en zelf dingen uit te vinden. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video en zou je meer van die te gekke video's willen zien? Klik dan hier voor meer van die video's. En klik hier om je te abonneren op het kanaal van Stokhoff Muziek. Dankjewel.